Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Morgen mensen, morgen. Het is vandaag donderdag 1 juni 2021. Maand 1 van mijn haar- en baard-challenge. Yes! Ik ben van plan om een jaar lang mijn haar en mijn baard niet te knippen. Of mijn haar ook niet te kammen. Mijn baard doen we een beetje zo met de vinger. Maar we zijn al een maand bezig. We wassen ook niet meer met shampoo, maar met baking soda en apple cider vinegar. Zo noemen ze dat. Het wordt wel een beetje droog, maar ik gebruik in de baard een beetje baardolie. Af en toe, niet te veel, maar hieronder, kijk, hieronder gaat het. Allemaal groeien. Ik laat alles groeien. Alles. En huppakee, we zullen zien of we dit jaar aan de 20 centimeter komen. We zijn begonnen bij 10. We gaan naar de 20. Het haar was bijna weg allemaal. Dat groeit echt voor geen meter. Dit plekje hier, dat scheer ik. Zo elke morgen zo weer mooi glad. Want hier, ja, hier groeit bijna niks. Maar het groeit niet echt. Voor een maand haar is dit nog geen centimeter. Een paar millimeter haar. Dus ja, reken maar uit. Dat wordt niet erg lang in een jaar. Maar ik wil het de kans geven. Misschien krijgt het zijn groeisput nog te pakken. Je weet het niet. Het is vandaag, zoals ik al zei, 1 juli. Dus dit was de update van de haar en de baard challenge. Nou, dan ken de muts weer op. Hè? Dan ken de muts weer op, hoef je niet meer naar mijn kale schedel te kijken. Altijd even kijken wat de voorkant is. Zo, huppakee. Nou, huppakee. Zo, dat hebben we weer gehad. Van der Poel is nog steeds in het geel. Wat was dat mooi, zeg, die tijdrit. Jongen. Ik had het wel verwacht, hoor. Die jongen die... Iedereen dacht van, nou, die raakt zijn gele trui vandaag kwijt. Hij had zelf ook zijn twijfels, maar het geel gaf hem vleugels. Natuurlijk geweldig spannend allemaal. Als gisteren geen voetbal, maar vandaag hebben we weer wat wedstrijdjes volgens mij. Nou, de kranten zijn weer rond. Het was een beetje regenachtig vanochtend. Een beetje regenachtig, een beetje nattig, maar het is allemaal goed gegaan. En ach, het viel allemaal achteraf, viel het allemaal wel weer mee. Dat heb je vaak, hè, dat het achteraf meevalt. Nou, eens even kijken of er nog wat van de Poel blijft maar verbazen. Tegen alle verwachting in hield Mathieu van der Poel stand in de tijdrit. En verdedigde hij met succes zijn gele trui. Ja. Als enige kon hij de oppermachtige Tadej Pogacar weerstaan. De zoveelste surprise van der Poel. We zijn toch wel blij met die man. Jongen. Mathieu. Ook tevredenheid bij Mollema en Kruiswijk. Niet vergeten, zijn ook Nederlanders. Maar het wordt wel erg mooi zo, die Tour. Het wordt wel erg mooi. Pogacar zal wel de gele trui krijgen op het laatst. Want ja, hij kan natuurlijk als een gek de bergen door. Maar je weet het niet. Van der Poel, tot nu toe doe je het hartstikke goed. Nou, nog een beetje over EK voetbal. Met nog 7 duels te gaan. Er moeten nog 7 duels komen. Yes. België-Italië. Dat is vrijdag. Zaterdag hebben we Oekraïne-Engeland. Ja. En vrijdag hebben we ook Zwitserland-Spanje. En zaterdag hebben we ook Tsjechië-Denemarken. Dus ja, België-Italië, dat is vrijdag. Dus morgen. En de winnaar daarvan gaat tegen Zwitserland-Spanje. Dus ja. Vandaag geen voetbal dus.
in ieder geval geen EK-voetbal. Nou ja, is ook wel eens fijn, hè? Leu. Hoe heet die? Die Duitse coach. Joachim Leu. Die neuspikker. Hij zat weer in zijn neus te vroeten. Nee, hij vat het weer op, hè. Man. Ja, dat kun je wel doen, maar hij is op televisie. Ze houden hem wel in beeld. De KNVB hoeft Joachim Leu niet te bellen. De Duitse bondcoach die stopt bij de manschaft, heeft geen interesse in de ontstane vacature bij het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer trok naar uitschakeling in de achtste finales van het EK tegen Tsjechië, waar ze met 2-0 verloren. Zijn conclusies en stapte op. Leu wordt genoemd als een van de mogelijke kandidaten om de Boer op te volgen. Nee, daar ben ik op moment zeker niet in geïnteresseerd, zei Leu. Naar de afsluitende persconferentie, ja, dat ga je toch ook niet vragen. Ik bedoel, Duitsland heeft net verloren. En iedereen die zegt, auf Wiedersehen. Ja, daar ga je toch niet voor de aartsvijand Nederland. Ja. Dat wordt niet gepikt, nee. We zullen wel zien wie de coach wordt. Maar voorlopig kleurt mijn hart een beetje rood. En ook een klein beetje blauw. Maar ja, de winnaar van België-Italië wordt Europees kampioen. Nou mensen, dit was hem weer. Het ging vooral een beetje over mijn baard en mijn haar challenge. Maar toch, het hoort er allemaal bij. Morgen vrijdag. En hou je haaks. Toedeledokie.